centres are running from every point of two for the clinics. All they do is one of the mains, the drama, the young lady cut. They're going to skim break month, and then we'll go with Inger on the line, Elisabeth van Nieuwenhuizen. Zij zijn dus vertrokken voor een 12-10 achter. Zes, vier en twee puntjes. En daar moeten ze dus voor gaan rijden. En we zien de dame vandaag in het zwart met een rol. We gaan goed eruit in deze B-finale. Een mooie voorsprong te vangen van die mijners. De dame uit de hoge noorden dus. Rijdend Woodfly Birds daar op positie nummer 1. En dan zien we daarachter Inge van der Leij. Net een woord Kim Brinkman. Liesbeth van Nieuwenhuizen. En de woens zetten aan elkaar vandaag in de finish. En dan gaan wij wat kijken naar een A-finale promotieklasse dames. Ik ga ze even naar de voorstellen, dat is namelijk wat we bij alle finales gaan doen, behalve even de twee finales. Het is natuurlijk wel even toegangswaardig dat ze de finale gehaald hebben. Ze gaan strijden voor 40 punten en we tellen elke keer met sprongen van 5 terug. En we gaan ze even voorstellen. Wij hebben aan de plak staan vanuit Apeldoorn, Mariska Bossen van FC Zevenvaart, de leidster in de tussenstand, Lisa Mensen. Van de Spartanen, sterk rijden op weer vandaag. Rentje Roelofs van de Dijkrossers uit de Schoonenbeek, Marieke Siebert. Vanuit Putten, Jessica Buitenhuis. En als laatste, van de volharding, hebben we Bennebert de Havenkamp, Avina. Oké, ze zijn betrokken. We gaan daar kijken wie hier die Avina op een naam kan gaan schrijven. Het gaat natuurlijk om 40 punten. Maar nog veel belangrijker is natuurlijk, wie kan zich straks aan het einde van die hele regio of van die hele, van hele klasse met natuurlijk Nederlands kampioen noemen. We gaan kijken dus. Er is Lisa Mensen, toch de dame uit Edenzaad. Lisa Beleidse in de tussenstand. En het doel staat hier op de eerste positie. En er komt Rentje Roelofs aan hoor. Binnendoor gaat ze ernaast komen. Ze komt ernaast, maar het is een Lisa Mensen die met de buitenbocht net iets meer snel het vast kan houden. En dan kan ze goed blokken in die laatste bocht. Zien we dat Marieke Siebel goed meekomt. Voor Mariska Bossen daar op 3 en 4. Maar helemaal vooraan hoor. Gaat ze weer 5 punten uitlopen. En dat doet ze dan heel goed hoor. En gaat er finale van hier met Daniel Schipper, Hooyen van Linsen, Peters en van Doesburg. En we gaan natuurlijk kijken naar die man die hier vandaan komt door. Ambergione, het is Adriaan van Vrinsburg. Hij heeft de kop staat te pakken. En nu krijgt hij dan mee Stefan Bomen natuurlijk. En dan komt hij Erwin Hooyen net voor die Schipper voorbij. Vier mannen hebben 20 minuten in de hand te zien. En dan zijn die goed Peters. Maar we gaan kijken, helemaal vooraan hoor. Van Vrinsen lijkt nu toch een paar minuutjes los te zijn. En is het dan inderdaad Jelmer? Daarom denk ik niet hoor. 395. Van Doesburg natuurlijk, want Belmer gaat zich sparen. Die vindt die puntjes niet zo belangrijk. Die gaat zich sparen tegen voor de eigen leeftijd. Goed, gaan we aan u voorstellen. Maar de promotieklasse van de A-finale staat allemaal aan het hek. Het zijn 1-4-5-6 mannen inderdaad. Want voor het klassement kunnen wij daar altijd met z'n zessen. En het is een sterke pakker, want we hebben de top 3 in de tussenstand aan het hek staan. Om te beginnen, andere heren die het zestal compleet gaan maken, dat zijn Marian Mepsen en Ruud Bos, Rob Degenspaard en Robert Vallenbeitsen, Koolwijk Broek hebben nog aan het hek staan, Geert Robbenburg, Avina. En wie is de meter aan de eerste rechterstuk? We gaan kijken hoor, het is weer opzoeken van elkaar en wie komt er aan de binnenkant? Het is Ruud Bos hoor! Het is Ruud Bos die je had afgedacht. En wat gebeurt er anders? Wat zou de lijst dan helemaal terug? Something right over. We gaan kijken. Van de lijst overuit. En die gaat die punten verspelen in het klassement. Want het is Brink die de twee eruit. En het is hier op positie nummer 3 zelfs. Geert van der Burg voor Melvin van der Brink. En wie gaat hier die A-finale winnen? Het wordt Ruud Bos hoor. Het wordt Ruud Bos. Ja, inderdaad. De man uit Edensbaan. Prachtige winnaar van deze A-finale. Maar ook hele belangrijke 35 punten. En dan gaan we eens even naar kijken naar de vierde marge van de jongens en meisjes van 4 en 5 jaar. We hebben daar 8 mannen en dames aan het hek staan. En we stellen ze allemaal aan u voor hoor. We hebben aan het hek staan Bram Ronken, Sven van der Kurk, Lid van Bokstel, Loep Verstappen, Marit van der Hoek, de dame in het gezelschap, Julian Peters, Tim Verstappen, de man met alle eentjes op maat is Mick Dolven, Lennepen, finaal. Ja. Ik heb wel een spannende lijn.
En dan gaat voor de clean sweep, zoals we dat zeggen, hè. Allemaal eentjes, 4 maal. Maar dan komt hij weer aan, hoor. En zijn nummer begint ook met een 4, 4 en 7, hoor. Het is zo goed. Hij gaat er gelijk weer vandoor. En hij gaat dan ook hier weer aan de leiding, hoor. En hij neemt toch echt een afstap nu. Afstap van Julian Leenders, die er ook nog goed bij zit. En het is een heel rare maagjesfeest. Want dat Leenders die hier 3, 2 en 5 werd. En dan is het ook nog heel spannend om die andere voor je trekken. Het gaat het voor de en we kijken nog even helemaal vooraan, hoor. Want hij gaat het voor redden. McDonald's moet natuurlijk niet ondersteboven gaan. Hij moet nu overeind blijven. En dan kan hij ook die andere man natuurlijk aantrekken van die trui straks. Want we gaan hier de kampioen krijgen. Dus blijft hier in het zuiden natuurlijk. Hij blijft hier in Nuland wordt het dan in stand. En hij wordt kampioen inderdaad bij die 4 en 5 jaar. Dus Nick Dolvoet. Gaan we door naar de finale bij de jongens van CDA. Daar maar voor een echte finale. En we gaan zo dat niet voorstellen, hoor. Vanuit Nuland hebben we Bram van Kessel. Vanuit Amazone, hier vandaag dus met 721, is het Simon van Holland. Vanuit Apeldoorn, Las Uiterveer. Vanuit Nijkerk, Zalte Noordermijnders. Vanuit Nuland, een Sinaparaas. Voor de wijnrijding van het nieuw hebben we Jingerling. Vanuit Haagsberg, een Mitchellvoering. En als laatste, de man volgens mij de Brugersbouw. Vanuit Nuland komt hij, is Jan Kraus. De finale nummer 6 jaar. En ze zijn vertrokken door en we gaan kijken naar die man aan de binnenkant, zou ik zeggen. Maar ze komen helemaal uit het midden, hoor. Rondom de naam, die Jamie Hoering. Samen met 348. En dat is dan Mitchell Hoering. En dat zijn er 2 mannen die ook een halve finale wisten te winnen. En daarachter met Jan Kraus aansluiten. De partij van Hoering. Die gaat er onderste boven dat hij uit die tweede bocht. En dan is het over en uit voor de keeper van de gratis. En dan gaan we kijken naar Jamie Hoering komen. Hij is helemaal al los. En gaat hij dan gewoon die titel op aan pakken, zou ik zeggen. Maar dan moet hij wel zorgen dat hij hem overeind houdt. We kijken daarachter inderdaad naar de Nederlands kampioen. Jan Kraus zit er nog steeds op een keurige tweede positie met 48. Hebben we zelf door de mijnders. Een heel mooi podium. Want we zien ook Las Uiterveer nog een 4 rijden. En daarachter komt dan de man uit Amazone hier vandaan. Maar de kampioen bij de jongens van 6 jaar was Jamie Hoering. Gaan we door naar de finale van de jongens van 7 jaar. Ook hier hebben we behoorlijke kanonnen aan het hek staan, hoor. Een man die hier vandaan komt, is vandaag nog alles te winnen. Nick Meijering. Van de roepers uit Bellingham hebben we Nick Leenders. Van de volharding, Thijs Vies. En verder hebben we nog aan het hek staan Kevin Donnervoet. Tim van Rechteren. Sien van de Weegdering. Ruben Borsma. En als laatste Steve van Helvoort. Finale. En gaan we dan misschien een kampioen krijgen die hier vanavond zijn ouder. Het kan maar zo, want hij komt eraan. Hij gaat die koppositie pakken. De man met 790. Hij gaat het doen, hoor. Niet Meijering. En kan hij dan een zenuwen in de drang houden de rest van de baan. En daarachter is het ook spannend, hoor. We gaan kijken naar Thijs Vies, die er heel goed bij zit, hoor. De man uit Nuland. Of een dunsteen moet ik zeggen, hoor. Hij komt eraan. De man van terug naar de hand in daar op positie nummer 2. En daarachter lijkt het aardig te gaan vallen naar Nuland. En dat zou dan voor de levering moeten zijn of volgen. We gaan kijken als hij hier naartoe gaat komen. Het is op positie nummer 3 inderdaad, Kenneth Donnervoet. Maar helemaal vooraan, hoor. De eerste kampioen voor Amazone. Hij houdt hem hier dus in huis, hoor. Brabant staat goed. Gaat hij doen? Gaat hij doen? Ja, hoor. Hij moet nog een paar meter. Niet Meijering. Oh, dat was toch nog even heel spannend daar op positie nummer 2. Gaan we daar een motorvier in krijgen. En helaas ook nog een volpartij hier op het laatste rechtstuk. Dus precies van de week die van alle plaatsen opstuiven. En ze zijn betrokken, het is van hun helemaal vanaf de buiten uit. En dat is die bloemkarten die nog even relaxed met zijn hoofd in de weer aan het schudden was bij de stad. Die helemaal relaxed zijn aangeschoven met de positie nummer 4 inmiddels. En we kijken naar al die mannen uit Nuland, want dat zijn er nogal wat. Het Nederlands kampioen zit erbij, van Winter Verstappen. En we hebben het hier van Kessel, maar we helemaal vooraan hebben we hier vandaan. Brian van Rijnwijk, nog steeds op die positie, John May High. En die krijgt hij eraan praten, dat is spannend, hoor. Maar we zijn ook nog buiten komen, Eula.
En gaat hij dat nog horen? De man als mannen, de heer Zekkuur, de man tegen de ambassadeur, is Brian van Leeuwen. Kunnen wij doorgaan met de jongens van 9 jaar? Ik zei, staan inmiddels volgen aan het hek voor de hulpfinale. We stellen aan u voor, Justin Oudeweer, Dinkman Groening, Wessel van Dijk, Corné Hulbakker, Dennis Oudeweer, Carlos van Hees, Jasper Kaasjager en een laatste man uit Apeldoorn, Brent van der Kamp. Finale jongens, 9 jaar. Maar kan Bloem met 4 eerste plekken worden. Nu landt inderdaad hier met Kelsey Tactor.